Trije Lien liepte Bart Helmholt het Nederlands record van 21,51 meter in Linschoten. De vierste sprong op Friese Boeijem is nog langer Lien. In 2010 kwam Helmholt hier in Burgum ta 21 meter 26. Die sprong is nu uit de boeken. De eerste 21 van dit seizoen, landelijk. Maar eigenlijk de 1-4ste sprong ooit. Ja, dat zag hier ik zelf nog net in de gaten. En dat me krijgt inderdaad verteld. Maar ja, dat is. Als ze zo makkelijk vallen, dan haak ik er wel zin om nog een paar keer daarboven in dat stokje te hangen. Ja, het is bekend. Er was natuurlijk een oortraject dit hier. Een oortarering, noodgedwongen, terug opleidingen. Augustus moet het worden. Het is nog maar juni. Ja, dan ben je op schema, hè. Ja, dat zei ik. Fysiek viel het heel langzaam, alsof ik er een beetje onzeer te komen. Een paar weken lang helemaal leeglutsen en daar moest ik van herstellen. Van de week viel ik dat het iets beter was, alleen daar was ik in mijn techniek weer iets roeger, omdat ik de creatief was. En dat kon ik goed, kon ik het wel omzetten in rust en toch goed uitvoeren. En dat is juist voor dat het er wel in zit. Wat moet er net gebeuren als je helemaal uit rust bent? Nou ja, dat zie je in augustus, hè? Dat had ik beloofd. Dus, nee, jongens als Anne die springen natuurlijk nu al hele dikke afstand in het klassement. Die voor mij had er al 24 meter in het klassement staan. We van treien boven de 20 heel. Dus het wat ik wilde dat ik mij moest, want ik wil toch die trein van augustus NK Heidenskip op de Schans van Arnhem wil ik toch graag in het leiderstreun springen. Dus ik zal er nou aan loeken, maar.